Hallo lieve mensen, daar zijn we. Op verzoek van bepaalde mensen de keukenkampioendivisie voorspelling. Want dan kunnen we het toch even hebben over de Groningen selectie. Ik heb nog even getwijfeld, doe ik alleen een Groningen selectie video. Maar toch een keukenkampioendivisie voorspelling. Terwijl, ik ga gewoon heel eerlijk met jullie zijn. Daarom moet je deze voorspelling niet te serieus nemen. Ik heb denk ik in mijn leven nog nooit een hele keukenkampioen-divisie wedstrijd gezien. Het is een competitie die ik totaal niet ken. Spelers die ik totaal niet ken. Clubs die ik totaal niet ken. En ik heb het even in 2 dagen tijd in elkaar geflanst. Dus verwacht niet hele grote analyses. Hè. Het zit gewoon een beetje op gevoel. Neem het niet serieus. Weet je, geniet gewoon van. En we gaan het gewoon lekker hebben over voetbal. Let's go! Ja, laten we gewoon lekker snel beginnen. Ik vlieg er gewoon even die onderste paar vlieg ik er gewoon even doorheen. Ik heb op 20 Jong FC Utrecht neergezet. Die heb ik vorig jaar. Die waren vorig jaar ook 20ste. Die zijn gewoon niet zo spectaculair. Is gewoon de meest logische keuze. Dan op 19 heb ik Top Os. Daar heb ik ook naar de selectie gekeken. Die hebben ook niet een hele bijzondere selectie. Vorig jaar ook niet zo goed gedaan. Niet zo hoge transferwaarde. Dan op 18 een klein gokje. Namelijk Helmond Sport. Dat heeft ermee te maken met dat... het is een gokje omdat Helmond Sport qua marktwaarde best wel hoog zit. Maar ik, ja... Ook daarin zag ik in de selectie ook niet zo heel veel bijzonders als spelers die ik ken. Nogmaals, neem het allemaal niet zo serieus. Want ik heb er echt geen verstand van. Dan hebben we op 17 hebben we Dordrecht. En het viel mij daar vooral op. Die hebben een enorm jonge selectie. Een selectie van 22,1 jaar oud, hè, gemiddeld. Ik denk niet dat zij het heel erg goed gaan doen. Die worden gewoon 17e. Dan komen we bij 16 aan. Dat is Den Bosch. Die hebben ook weer een redelijke marktwaarde. Net als Helmond Sport. Maar die spelen afgelopen jaren al gewoon onderin mee in de keukenkampioendivisie. En ik zie daar niet zo snel verandering in komen. Een paar jaar geleden nog met Romano Postema op de nummer 10 positie gespeeld. Dit jaar ook 19e geworden. Gaan we een klein stapje zetten. En dat is voor een deel... Je hebt bepaald door de marktwaardes. Dan op 15 heb ik Telstar. Die vind ik ook niet zo'n hele bijzondere selectie hebben. Viel mij op dat de zoon van Ronald Koeman, volgens mij, die is daar keeper. Dat viel mij op, voor de rest niet zo bijzonder. Dan op 14 en 13 heb ik Jong Ajax, heb ik op 14. En op 13 heb ik Jong PSV. Daar stonden ze dit jaar ook, maar dan omgedraaid. Ik denk dat PSV net wat beter voor elkaar heeft dit jaar. Goed, dat waren even de echte gokjes. Nu de clubs waar ik misschien iets meer verstand van heb. Laten we daar lekker in duiken. Ja, dan komen we op nummer 12. En op nummer 12 heb ik ADO Den Haag neergezet. Vorig jaar niet zo hoog geëindigd. Zitten qua marktwaarde er ook weer totaal niet bij. Maar ik denk dat daar wel een verbetering in gaat komen. Met Henk Veerman als spits. Dat is denk ik een spits die in de keukenkampioendivisie helemaal heel veel goals kan maken met zijn kopkracht tegen voornamelijk jonge centrale verdedigers en zijn ervaring. Ik denk dat de ADO een 12e plek realistisch is. Ja, en dan op 11 een club waar het een soort van rommelt sinds dat ze toen die promotie niet kregen in dat coronajaar. De Graafschap heb ik maar op 11 gezet. Die hebben Warmedan gehaald van Ajax, Donny Warmedan. En die hebben de jongste selectie, als we jong Ajax, gewoon de jong teams niet meerekenen. Hebben ze de jongste selectie van de keukenkampioendivisie met een selectie van 21,8 jaar oud. Ontzettend jonge selectie. Dat is ook de reden waarom ik ze eigenlijk niet hoger zet. Ik vind het ontzettend gave club, de Graafschap. Echt, sowieso. Ja, ik heb deze uitspraak laatst ook al een keer gedaan. Maar als we gewoon gaan kijken naar de teams in de keukenkampioendivisie. En dan moet je bepaalde teams in de Eredivisie niet meerekenen. De top 6, top 5 niet meerekenen. Maar dan heb je echt heel veel mooie teams in de keukenkampioendivisie lopen hoor. De Graafschap vind ik ontzettend mooi clubje. ADO is een mooi clubje. Roda, leuk clubje. NAC, weet ik het. Weet je, je hebt echt veel leuke clubjes. En ik heb toch... Bij heel veel van dit soort clubs denk ik, leuk, echt leuk. En dat heb ik bij de Eredivisie toch wat minder of zo. Dus de Graafschap, prachtige supporters. Ben erg benieuwd hoe die uitwedstrijd gaat zijn. Op 10, de winnaar van de Youth League.
Jong AZ, ja, natuurlijk was een ander team. Maar goed, dat zou wel een beetje doordruppelen natuurlijk. Jong AZ, ja, gewoon voor de rest ook weer een gokje. Maar ik denk dat zij qua de jong teams het beste voor elkaar hebben. En dan denk ik dat ze net boven de Graafschap en ADO gaan eindigen. Ja, dan op 9. Ja, daar heb ik MVV. Die hebben qua marktwaarde, ja, daar komt hij weer. Ontzettend lage marktwaarde viel mij op. Maar ze hebben wel een hele interessante spits. Want van een spits verwacht je doelpunten. Maar deze spits was de assistkoning van vorig jaar uit de keukenkampioendivisie. Hij had in totaal 20 assists afgeleverd. Ja, voor nummer 9 is dat natuurlijk ontzettend knap. Dat was Costons. En die speelt er nog steeds. Dus ik ben ontzettend benieuwd wat hij gaat doen. En ik denk dat alleen al daarom, hè, hij gaat die paasjes geven. Ze hoeven er maar een paar af te maken. MVV wordt 9e. Dan op 8 een vervallen grootmacht. Een club waar ik naar kijk, waarvan ik bang word. Ja, dan word ik echt wel een beetje bang dat het dat misschien dat Groningen wordt. Roda JC, een ontzettend groot stadion hebben ze natuurlijk. Het is wel een beetje een gok hoor. Eigenlijk een complete gok. Dylan Vent is vertrokken, de topscorer daar. Het is, ja, een beetje een mes-selectie. Vorig jaar ook niet zo hoog geëindigd. Niet zo heel veel bijzonder nieuws gehaald, geloof ik. Het is, ja, het is een compleet gok. Ik denk dat Roda in zich moet hebben om weer, ja, wat hoger in de keukenkampioendivisie mee te kunnen doen. Maar misschien is het meer hoop dan daadwerkelijk een goede voorspelling. 7 hebben we dan FC Eindhoven. FC Eindhoven, ja, prima selectie. Doen het afgelopen jaren steeds beter en beter en beter. Dit jaar denk ik iets kleiner terugval. Persijn hebben ze gehaald, of Persin. Roemeens talent van Inter. Ben benieuwd hoe goed die daadwerkelijk is. Ze spelen met de hoogste marktwaarde van de gehele selectie van FC Eindhoven. We zullen zien. Ik ben ontzettend benieuwd. Op nummer 6 zet ik VVV Venlo. Niet een hele bijzondere selectie. Dit jaar geen slecht jaar gehad. Volgens mij niet heel veel vertrokken. Ook niet heel veel erbij gehaald. Ze hebben een nieuwe keeper. Wel bekend bij de FC Groningen supporters. Jan de Boer. Die is naar VVV. De Koel. Fantastisch stadion. Ja, ik zou dit seizoen graag nog even naar VVV gaan. Misschien kunnen we dat wel regelen. En dan zullen we daar ook een vlogje van maken natuurlijk. Maar ik zet ze gewoon op 6. En ook dit is een complete gok. Dan op 5. De eerste degradant. Heb ik daar neergezet. Cambuur. SC Cambuur. Ja, die hebben... ja, dat loopt niet lekker of zo. Ik weet het niet. Ik kan het ook niet helemaal uitleggen. Maar het is ook een beetje een gevoel. Daniel van Kamen is de aanvoerder benoemd. Het is, vind ik heel erg raar. Geen jongen van de club. Geen ervaren jongen. Dus Daniel van Kamen aanvoerder. Is ook de jongen met de hoogste transferwaarde naast Bangura. Maar die, ja, lijkt toch echt wel te gaan vertrekken naar waarschijnlijk Middlesbrough. Ja, ik verwacht niet zoveel van Cambuur, moet ik zeggen. Maar goed, misschien zit ik helemaal naast. Dan op 4 gaan we naar die andere degradant. FC Emmen. Die zijn wel veel verloren hoor. En die gaan misschien nog wel meer verliezen. Ze hebben natuurlijk de trainer die ze 2 keer heeft teruggebracht naar de Eredivisie verloren aan FC Groningen, Dick Lukien. Ze hebben nog wel Ahmed El Mesoudi, maar bijvoorbeeld Mark Diemers is ook vertrokken. Die gaat hoogstwaarschijnlijk naar Cambuur trouwens. Dat is nog wel iets wat ik net vergat te zeggen. Maar dat is niet helemaal zeker, want die wil het liefst naar de Eredivisie. Maar ja, Ahmed El Mesoudi is daar wel nog. Dat is gewoon een hele intelligente voetballer. Je hebt daar nog wel wat meer leuke voetballetjes. Oud-Groninger, Mike de Wierik bijvoorbeeld. Maar ik denk wel dat het verlies van Dick Lukien aardig groot is. Een constante factor binnen die club, die verlies je. Ja, misschien heeft Emmen wat tijd nodig om te gaan herbouwen. En dat zou helemaal niet gek zijn. En dan is een 4e plek, denk ik, alsnog heel erg goed. Maar zeker realistisch. Zijn ook Sivkovic verloren trouwens, hè? Man van de goals. Rui Mendes, een van de betere spelers nog uit de selectie. Die wordt hevig in verband gebracht met FC Groningen. Hoe ver dat gaat komen, weet niemand. Zou ik heel erg fijn vinden als Rui Mendes naar Groningen gaat. Maar ja, je weet niet hoe het gaat lopen. Ik denk dat Emmen 4e plek realistisch is.
Ja, dan op 3 hebben we Willem II. Vorig jaar 4e geworden. De hoogste klassering van alle clubs die niet zijn gepromoveerd in de KKD. Hebben gewoon een goed middenveld. Dat viel mij vooral op. De meeste waarden van de selectie van Willem II zijn in het middenveld. Het middenveld is een ontzettend belangrijke positie. Thijs Oosten is een naam die mij bekend voorkwam. Willem II heeft gewoon een prima selectie. En hebben veel tools in huis om een goede prestatie neer te zetten. Ik denk dat een derde plek voor Willem II erin zit. En het zou zelfs wel een kampioenschap kunnen worden. Want ik denk dat strijd voor het kampioenschap echt heel erg close wordt tussen de nummer 6 en de nummer 1. Ja, en dan komen we aan bij de vraag: wie gaat er kampioen worden? De twee plekken die direct de promotie opleveren, daar gaan we het nu over hebben. En dan, eigenlijk maakt het niet uit welke positie je eindigt, misschien alleen voor het Vinkenspitzengevoel. We hebben nog twee clubs over, de club van Breda en de club van Groningen. En die hebben de twee grootste marktwaardes. Daarop is het ook wel een beetje gebaseerd, moet ik heel eerlijk zeggen. Waar gaan we het over hebben? Zullen we gewoon beginnen met de kampioen? Want misschien wel verrassend, maar ik heb Groningen geen kampioen laten worden. Ik heb NAC op 1. NAC, prachtig clubpie. Echt mooi clubpie. Zeker. Avondje NAC. Ja, die hebben gewoon een prima selectie. Daar moet ik wel bij zeggen dat ik Groningen ook echt niet op 1 wilde zetten. Omdat ik dat gewoon... ik wil niet jinxen. die hebben gewoon prima selectie. Die hebben die Omars. Ze hebben Corbe. Dat is een talentje van Torino. Daarnaast ziet die selectie er gewoon prima uit. Vorig jaar prima eindklassering. Genoeg om op door te bouwen, denk ik. Dus NAC zet ik op nummer 1. En dan gaan we het nu hebben over mijn club. Ja, het wordt tijd. We gaan het hebben over FC Groningen. Ja, eigenlijk wachten denk ik de meeste mensen op dit moment. We gaan het hebben over FC Groningen. Over mijn vertrouwen of het gebrek aan vertrouwen. Of wat ik nog vind missen. De selectie. Laten we daarover hebben. Ik denk dat Groningen heel veel goede dingen heeft gedaan. We moeten eigenlijk het even hebben over de marktwaarde. Want ik ben al een paar keer op teruggekomen. Eén ding valt gewoon op. Ik keek naar die marktwaardes en de marktwaarde van de selectie van NAC is zo ongeveer 8 miljoen waard. En de selectie van Groningen is 17,9 miljoen. Dus Groningen heeft een marktwaarde van bijna 10 miljoen meer dan NAC Breda. Ja, dat is gewoon best wel chockerend en zorgwekkend denk ik voor de competitie. En eigenlijk zou je daarmee toch wel moeten kunnen promoveren. Toch wil ik daar nog wel wat over zeggen. Een Johan Hoven gaat nog wel weg. Een Soeslof gaat nog wel weg. Dus die marktwaarde die zal wel iets gaan verminderen. Ga ik vanuit. Maar ja, misschien ook wel niet. Er zitten natuurlijk gewoon heel veel kwalitatief goede spelers bij de selectie van Groningen voor de Keukenkampioen-divisie. Dan heb ik het over een Tijmen Blokzijl. Een Radinho Balken die eigenlijk het liefst nog naar de Eredivisie zou willen. Wat mij betreft mag die hoor. Want dan hebben we die rente gehaald van Heracles Almelo, die een redelijk goed seizoen had bij Heracles. Dus die zou ons wel verder moeten kunnen helpen. We gaan het gewoon kort hebben over onze topaankoop. We hebben natuurlijk een topspits gehad afgelopen paar jaren met eerst Trant Larsen en daarna Ricardo Pepi. Ze hebben een nieuwe topspits gevonden, Kevin van Veen. Straalt heel veel zelfvertrouwen uit. Ik ben gewoon eerlijk. Ik denk dat de Schotse competitie veel zwaarder is dan de KKD. Daar ben ik gewoon super eerlijk in. Als ik er 29 daarin kan leggen, maar ook tegen Celtic en Rangers kan scoren, dan moet ik ook gewoon tegen Telstar en De Bos een paar erin leggen. Dus ik heb er heel veel vertrouwen in. Dus hopelijk gaan we het ook waarmaken. En ik zelf natuurlijk ook met mijn 30 goals. Maar ik zei al, ik heb een 29 dagen gescoord. Dus waarom geen 30 in de KKD? Die wilde echt veel gaan maken. En ik hoop dat dat het hem lukt. Ik vraag hem een beetje af. Omdat de zwakte in de selectie zit hem denk ik echt aan de buitenkant. Dus waar de ballen voor Kevin van Veen moeten gaan komen. En bij de backs zit ook wel wat zwakte. De backs die moeten de ballen geven als de voorzitters niet komen van de buitenspelers. Dus dat is wel een lastig dingetje.
Ook heeft hij nog niet ontzettend veel gescoord in de preseason. Dus ja, ik vraag hem af. Ik hoop het echt enorm. Ik ben wel echt fan gewoon van de persoon Kevin van Veen. En ik hoop zo erg dat hij niet teleur gaat stellen. Maar ja, ik weet het niet. Daarnaast, Hidde Jurjus gehaald als extra keeper van de Graafschap. Ook prima transfer. Weet je, een jongen met heel veel keukenkampioen divisie ervaring. Daarnaast Verrips, nou ja, had van mij niet gehoeven, maar dat is misschien ook meer een supporters dingetje. Want die heeft de afgelopen paar weken echt zo slecht gekiept bij Groningen. Er zijn wel wat jongens vertrokken, maar ook niet extreem veel voor je gevoel. Ik ga wel zeggen, ik denk dat heel veel van eigen jeugd gaan opstaan. Ik zie dan in die voorbereiding zie ik Schreuders zie ik aan het werk. En ja, ik word daar ontzettend gelukkig van. De strijd die de jongen levert. Elke wedstrijd, elke minuut, elke seconde. Ik word daar echt ontzettend vrolijk van. En ik zie ook echt heel veel jeugd, denk ik, wel doorbreken. Tijmen Blokzijl gaat ons ook leiden. En ja, met jeugd moet je altijd de balans vinden met ook ervaren spelers. En daarom ben ik ontzettend blij met onze nieuwe aanvoerder. Leandro Bacuna, die is teruggekomen bij Groningen. Dat is een, ja, dat is ook een lekker gevoel, weet je. Het is wel lekker. Het kwam gelijk weer wat positieve dingen bij Groningen. En dat hebben we natuurlijk een jaar lang niet gehad. Als je een jaar lang 4 overwinningen hebt, dan ben je als supporter denk ik wel toe aan weer een paar geluksmomentjes. En dat kwam zeker met transfernieuws en al vrij snel. Gudde ook, als de mensen echt willen weten hoe Groningen erin staat in die degradatie, dan raad ik zeker aan om de Q&A van Wout Gudde te gaan kijken. Super interessant hoe die met de supporters praat. Daardoor ook wel, heb ik ook wel iets meer vertrouwen weer gekregen. Maar ja, een aanvoerder, Bacuna, heeft meegetraind. De wedstrijd dat hij meespeelde, speelde hij goed, was hij belangrijk. Tantelien gehaald als tweede spits. Ja, ik weet, daarvan weet ik niet wat ik kan verwachten. Ik denk wel dat er nog een buitenspeler bij moet. Rui Mendes wordt nu genoemd. Al een paar weken. Ik hoor vanuit wat andere hoeken, vanuit wat andere Instagram kanaaltjes, dat er met een buitenspeler gaande is. Maar ook op de rechtsback positie. Ja, vind ik het wat zwak. Voor de linksback hebben we die Peerman gehaald. Ja, die schijnt ook niet geweldig te zijn. Dus de backspositie vind ik wel lastig. Ik denk dat we op centraal met een Blokzijl, Rente en een Balker, dat je echt 3 van de beste centrale verdedigers hebt van de keukenkampioendivisie. Je hebt 2 prima keepers. Je hebt een ontzettend vol middenveld met Valente, Soeselof, Hoven, Schreuders, Bacuna. Pellepes, die gaat zomaar door. En ontzettend veel en divers aanbod op dat middenveld. In de spits heb je Van Veen, Tantelien, Tom van Bergen en Romano Postma. Op de buitenkant is het gewoon zwak met Oerat Mangoen, Iran Doest. Van Bergen speelt ook wel aan de buitenkant. Op de buitenkant is het zwak. Paulus Abraham, die verwacht ik wel weer een soort comebackje van. Dus er moet gewoon een buitenspeler bij. Ik heb Meta niet genoemd, want ik weet echt niet waar die gaat spelen. Of die linksback wordt, of dat die op een soort linksmid, linker wingback, linksbuiten wordt gezet. Ik ben ontzettend benieuwd. Nog iets positiefs vond ik bij de eerste training. Ja, dat is misschien iets wat ik als Groninger mooi vind, maar dat Dick Lukien in het Gronings de supporters toespreekt. Ja, dat vind ik heerlijk. Gewoon een jongen van de club. Jongens van de club eigenlijk. Bacuna en Dick Lukien. Ik hoop dat ze het noemen. Ik hoop dat we promoveren. Ik hoop het echt dat we een mooi seizoen krijgen. Met veel mooie momenten. Dat is vooral slecht voor mijn vlog zou dat zijn. Maar wat rustiger is voor de club. En dat we het kunnen hebben over de mooie sfeeracties. En de goede sfeer en de goede support. In de Euroborg in plaats van over de rellen en over de incidenten. En dat het gewoon een keertje weer gaat over het gaat goed met FC Groningen. Goed, dit was dan de keukenkampioendivisie voorspelling. Ja, ik zei al, we gaan het voornamelijk hebben over FC Groningen. Ik ben er wel positief op ingesteld. Ik denk dat we sowieso top 5 halen. Ik zie ons niet lager eindigen eigenlijk. Maar
eigenlijk moet top 2. Op het moment dat je selectie 10 miljoen meer waard is dan de rest, ja, dan moet je ook gewoon promoveren eigenlijk. Vrijdag, eerste wedstrijd tegen Jong Ajax. Gelijk even wennen tegen Jong Ajax in plaats van Ajax. Komt natuurlijk gelijk vlog van online. Genieten daarvan. Ik zal nog een keer het rijtje voor jullie opnoemen. Op 20 heb ik Jong Utrecht. Op 19 Top Os. Op 18 Helmond Sport. En op 17 FC Dordrecht. Op 16 Den Bosch. Op 15 Telstar. Dan op 14 Jong Ajax. Op 13 Jong PSV. Op 12 ADO. Op 11 De Graafschap. Op 10 Jong AZ. Op 9 MVV. Op 8 Roda JC. Op 7 FC Eindhoven. Op 6 VVV Venlo. Dan op 5 SC Cambuur. Dan op 4 FC Emmen. Dan op 3 Willem 2. Dan op 2 mijn clubpie FCG FC Groningen. En dan op 1 NAC Breda. Amoetje NAC. Die worden kampioen. Dit is de lijst. Ik zie uit naar dit voetbalseizoen. Laat ik het zo zeggen. Vorig voetbalseizoen was een kutseizoen. Laten we er iets moois van maken. Met z'n allen. Ja, ik hoop dat jullie gewoon van de genoten hebben. En hopelijk tot vrijdag.